Mobiele technologie gaat de zorg ingrijpend veranderen, zo is de verwachting. De smartphone en de tablet worden onze personal assistant. Deze apparaten ondersteunen ons nu al bij het dagelijks leven, maar we staan pas aan het begin. Onlangs ontving de redactie van Autisme TV een mail van Jorien, waarin ze vertelt hoe ze apps gebruikt. Het is een mooi voorbeeld en daarom volgt hier haar verhaal. Ze wilde echter zelf niet in beeld. Hallo. Ik mail jullie omdat ik wat wil vertellen over mijzelf. Ik ben een meisje van 16 jaar, heb hoog functionerend autisme en ik heb een IQ van 127. Ik ga momenteel niet naar school en ik gebruik in het dagelijks leven de app Autiplan. Dit helpt mij perfect met wat ik moet doen. Ik wil graag even kwijt hoe ik dat ervaar. Ik gebruik hem voor de alledaagse dingen als eten, wat ik overdag moet doen en om bijvoorbeeld niet te vergeten om te douchen. Ik maak die planning elke avond van tevoren samen met mijn moeder. Het handige van die planning is, is dat ik hem altijd bij me heb op mijn mobiel. Ik krijg een reminder zodra er een volgende activiteit is en ik kan precies zien hoe lang het nog duurt voordat de volgende activiteit begint. Deze app heeft mij al heel erg geholpen in het structureren van mijn dagen. Het zorgt ervoor dat ik minder gespannen ben en sneller weet wat ik wanneer moet doen zonder dat ik zaken vergeet. De andere kant van het verhaal is dat ik wel wat afhankelijker ben geworden van mijn planning. Ik kan moeilijk zonder. Maar dat heb ik er wel voor over, aangezien het mij erg helpt. Dit is wat ik graag hierover aan jullie kwijt wil. Goed Jorien. We gingen langs bij Robert Houtenbos, adviseur Mobiele Innovaties in de Zorg. Hij vertelt over de apps die er nu al zijn en welke ontwikkelingen er aankomen. Facebook is de meest gebruikte mobiele toepassing in het algemeen. Um, en je kunt ook heel eenvoudig via Facebook uh, lotgenotencontact onderhouden. Um, en dat is ook al een hele belangrijke vorm, want uh, je hebt je telefoon bij je en je, uh, je, je kunt heel gemakkelijk, ik heb hem hier ook bij me als uh, speakbriefje, um, heel gemakkelijk gebruiken. Um, want die ondersteuning he, van wat moet ik allemaal vertellen, dat is ook gewoon een algemene toepassing. In mijn geval gebruik ik Evernote bijvoorbeeld. Uh, dat helpt mij enorm in uh, de structuur bijvoorbeeld van uh, een gesprek als dit. Um, daarnaast zijn uh, takenlijstjes en agendaplanners uh, ook uh, zeer voorhanden. Um, en uh, misschien niet voor iedereen bruikbaar, maar uh, als het niet voor jezelf is, dan is het misschien voor uh, de ondersteuning of voor je ouders uh, erg handig. Wie in de appstores van Apple en Android zoekt op autisme, vindt er vele. Zo zijn er talloze apps waarmee je dagschema's kunt maken. Met Picto's bijvoorbeeld. Zoals deze, iPicto. Er zijn ook veel apps waarmee je takenlijstjes kunt maken en een timer kunt instellen die aangeeft wanneer je een taak moet doen. iPrompts is een voorbeeld. Maar ook AudiPlan, de app die Jorien gebruikt, is handig voor mensen met autisme. Een andere opmerkelijke app is Sociaal op stap. Je kunt hiermee jezelf voorbereiden op sociale momenten. Stel je wilt iemand troosten, dan kun je het verhaaltje kiezen: ik wil iemand troosten. Je ziet dan hoe je dat zou kunnen doen. De website van Sociaal op Stap bevat veel van dit soort sociale verhalen. Je kunt ze ook zelf aanpassen en je kunt ze via je smartphone raadplegen overal waar je bent. Er wordt enorm hard doorontwikkeld aan mobiele toepassingen door enorm grote spelers die niet zozeer direct medisch ook van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan Google. We kennen allemaal Google Maps. Uh, Enorm makkelijke leidraad, zeker voor mensen met een Android-telefoon, waar het heel erg mooi geïntegreerd is. Um, en wat je ziet is dat Google Maps ook naar binnen gaat. Dus als je um, de route naar je uh, ziekenhuis wilt weten, vertelt Google Maps je dat nu al. Maar als je ook wil weten waar die afdeling zit, waar je precies moet zijn, uh, gaat Google Maps je dat binnenkort ook vertellen. En los daarvan gaat Google door middel van Google Now, want je weet, Google weet ook wanneer je daar moet zijn. Dus die geeft je vervolgens ook op tijd een piepje dat je hoognodig naar de bus moet gaan lopen of naar de trein. Want anders kom je misschien niet op tijd op je afspraak. Dus er wordt steeds meer, zonder dat je er echt actief om vraagt, ondersteuning Geboden in je dagelijks leven door de mobiele uh, toepassing. Ook Albert Heijn uh, werkt daar al aan mee. Als je een boodschappenlijstje in je uh, Appy-app uh, hebt ingevoerd, uh, hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen uh, in welke Albert Heijn je winkelt. En hij sorteert al je boodschappenlijstje op basis van het meest efficiënte looppad uh, in de supermarkt. Ook het Dr. Leo Kannerhuis ontwikkelt apps, de OV-coach helpt je onderweg bij het reizen. Mocht de bus of trein te laat zijn, dan kun je het probleem intikken op je mobiel. En dan laat de app zien wat je het beste kunt doen. Er is ook de schoolcoach. Die helpt je als je in de stress schiet op school. De app helpt je dan om jouw probleem helder te krijgen en wat je daaraan kunt doen. Coaching dus via mobiel. En als je andere medische behoeften hebt, bijvoorbeeld je voelt je niet lekker. Um, wat moet ik doen? Moet ik naar de dokter? Uh, dan zijn er ook uh, toepassingen voor te vinden. Um, een toepassing die je helpt in een, be een beslisboom met je doorneemt van hey, ik heb ergens last van en is het van zo'n aard dat ik daadwerkelijk een afspraak moet maken met mijn dokter, of is er misschien iets anders aan de hand. Um, ook uh, apps die je helpen bij het innemen van bepaalde medicatie, of die je een, een reminder sturen, of die je uh, aan je ouders doorgeven dat het weer tijd wordt om uh, je herhaalrecept uh, uh, in te leveren. Uh, dat is allemaal beschikbaar. Een mobiel bevat steeds meer sensoren en via die sensoren kunnen allerlei gegevens automatisch worden gemeten. Je hartslag, je temperatuur, het aantal stappen dat je loopt op een dag, waar je bent geweest, je slaapritme en nog veel meer. En al die gegevens kun je opslaan en eventueel beschikbaar stellen aan anderen, zoals de zorgverlener, een dokter of je begeleider. Zij kunnen die gegevens analyseren en adviezen geven. Er is dus veel mogelijk dankzij technologie. Maar wordt het niet een enorme warboel aan toepassingen? Door het enorm grote aanbod aan apps, dat ook alleen nog maar toeneemt... is het gevaar best wel aanwezig dat het een enorme warboel wordt aan, aan apps. En we denken bij apps ook allerlei, aan allerlei toepassingen op onze mobiele telefoon. En natuurlijk is het ook wel zo, want een appje is eigenlijk een programmaatje op je mobiele telefoon... Uh, dat is bedoeld om één taak kort, makkelijk, snel en goed uit te voeren. Maar wat nou, als je een hele ketting aan dat soort taakjes hebt, uh, moet je dan duizend apps op je telefoon hebben? Nou, ik denk um, uh, dat het integreren van al die toepassingen in de toekomst steeds makkelijker uh, zal gaan worden. Uh, juist ook omdat ze aan de achterkant, he, de gegevens die je verzamelt, de data en de content uh, van zo'n toepassing, dat die uitwisselbaar wordt. En dat dat veel meer het product wordt dan het schilletje, he, dan het appje zelf uh, het product is. Er komen veel meer diensten eigenlijk omheen dan alleen het programmaatje wat je aanklikt op je schermpje. Mobiele technologie gaat de zorg veranderen. Maar hoe weten we wat goed, veilig en betrouwbaar is? Nou, ik denk dat we de weg nu al kwijt zijn. Um, er zijn al enorm veel initiatieven natuurlijk uh, en ook al enorm veel afgeronde initiatieven. Um, en er komen uh, tientallen medische apps uh, per dag bij in dat aanbod. Um, en wat je nu ziet is dat zorgverleners uh, zich aan het organiseren zijn, juist om ook een vorm van toezicht daarop uh, uh, te kunnen hebben en te kunnen houden. Um, en allerlei toezichthouders ook, uh, spannen zich nu ook in om te kijken van oké, okay, is, is de toepassing wel veilig en betrouwbaar en wat gebeurt er met die gegevens? En wat is bijvoorbeeld de rol van de verzekeraar of van de farmaceut uh, tijdens het ontwikkelen geweest van die toepassingen? Um, dus dat heeft momenteel enorm veel aandacht overal. Um, en er gaan uh, initiatieven komen, die zijn er nu ook al, die uh, mensen gaan helpen in het filteren uh, op bepaalde toepassingen.